Rotterdam kermis. Neem jullie graag mee naar de kermis van Rotterdam. Te beginnen met een funhouse die we niet zo vaak tegenkomen. Ook van Lampaard. De Crazy Garage. Alright, come on, I'll swipe to the right side. You see this spot. Let's go, let's do it. Come on. Met als volgt een viskraam Donald Duck, een schietkraam. Deze vlog gaat niet zo lang worden. Een skibal. Touwtje trek. Dus daar zie je ook een schietkraam in de verte. Zoom even in. Hier een gebakkraam Pauwels. Het is namelijk hier ook het laatste weekend. Kermis loopt tot dinsdag 17 augustus. Dan lopen we hier verder. Komen we het eerste Lunapark tegen. Planet Las Vegas. Hier nog een viskraam. Met daarnaast een kindermolen, Euro Disney. Dan nog een spelkraam, ook een viskraam. Praktisch twee viskramen naast één. Heb ik nooit begrepen aan kermissen. Twee. Dan nog een Lunapark. Playtime, ik lag bijna op de grond. Dan Sucker Spin. Dit. Dan een schietspel voor kinderen. Daarnaast nog een viskraam. En dit snap ik niet, hè. Drie viskramen op nog geen 5 meter van elkaar. Daarna het eerste deel van Plush Palace, die hebben we ook gezien in Gent, op de Zomer voor Gent. Dan Monaco hebben we gezien in Lokeren. Er zijn veel zaken van Lokeren naar hier gekomen. Dan een kindermolen. Dan Magic World. 1 etage. Zagen we ook in Lokeren. En dan komen we het tweede deel van Plusje Palace tegen. In Gent stonden ze tegen elkaar en nu staan ze van elkaar. Waarschijnlijk omdat er geen plaats is. Dan lopen we zo verder. Is er even een gedeelte geen kermis. Is het opgevuld met wat hamburgerkraampjes. Hier een hamburgerkraam. Daarnaast ook een hamburgerkraam. Hier de Body
shaker hier ook. Wat tussen de bomen in. Hamburgerkraam. Body shaker. Rechtstreeks van Loos dan ook naar hier gereden. En dan lopen we zo langs de body shaker. En dan hier een buggybaan. Kassa. Denk niet dat deze kassa origineel van hun is, maar was. Dan hebben we nog een hamburgerkraam. De buggybaan. Nog een hamburgerkraam en hier snap ik de stad niet. Waarom opvullen met hamburgers alleen? Dan lopen we zo een straat verder om naar het station te gaan. Nu moeten we de winkelstraat in. Loop ik even zo doorheen. Ik nu niks zeggen, omdat ik, ja, ik kan niks verder zeggen, hè, buiten dat hier gewoon een straat is. En dat vind ik een beetje jammer aan kermissen, dat ze dit delen in twee delen. Maar zoals je zag, mondmasker niet verplicht. Tenzij, lijken ook in een lunapark, daar is het wel verplicht. Dezelfde regels als een winkelketen. Maar voor de rest niet verplicht als je niet wilt. Zometeen komen we aan het station. Sorry voor dit saaie stukje. We zijn hier ook zondag momenteel, dus niks is open. Als ik wat snel ga, is dat omdat er niks interessants te zeggen is. En je kan het al horen, hier is het andere deel van de kermis. Hier lopen we verder. Hier wat optredens. Hier begint en hier is ook het laatste deel van de kermis. Aquaplay als eerste zaak. Kijk, en hier snap ik het. We sturen hier van Zottegem. Waarom niet alles hier opzetten? Kan perfect, is perfect mogelijk. Aquaplay. Zagen we in Gent. Dan gaan we naast Aquaplay SWAT. En die is rechtstreeks van Lokeren naar hier gekomen. (Tie)
firma Abel. Hier een kindermolen. Kids time. En hier een pottenspel. Bollywood zo lijkt groot aangegeven. En dan hier shitkraam. Dan hier Fiesta Games Baccarat. Pottenspel. En hier snap ik ook het stadsbestuur niet. Twee pottenspellen naast elkaar. Maar er staan hier ook praktisch vier wisspellen naast elkaar. Dan hier ook rechtstreeks uit van de Hollywood Boulevard. Autoscooter. Met nu. En daarnaast toch ook de twee topzaken die in Lokeren stonden. Allee, topzaken, Miami is er een van. En in Lokeren was hij vroeger dichtgegaan, vroeger afgebroken. Maar hij staat hier toch te Zottegem terug. Kwam van KMG rechtstreeks naar hier. GeForce. De GeForce Afterburner, toch wel mooi. Dat deze hier weer hem heeft in orde kunnen maken. Want het was toch wel een beetje een gemis in Lokeren. In Lokeren werd hij gemist de laatste 3 dagen. En hier staat hij toch. Sluit ik ook de vlog af. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. De vlog van Zottegem Kermis. Het is geen lange vlog, maar toch een dochterdutte van ongeveer 30 minuten. Ik wil jullie heel bekijken voor hier nog mensen met een volgende vlog. Ja, dat is wel weg, hè? Ja, ik heb. Ik heb al nieuw. Hè? Dat is wel weg, hè?